De volgende gastbijdrage is van internetredacteur Jerry Vermanen. Hallo, mijn naam is Jerry Vermanen, internetredacteur bij regionaal dagblad De Stentor. En vandaag laat ik zien hoe je in Google Fusion Tables een kaartje kunt maken. In de laatste week van 2011 heeft mijn collega Raymond Korsen een onderzoek gedaan naar wooncorporaties in Oost-Nederland. En hij vroeg aan mij of ik op basis daarvan een visualisatie wilde maken. Nou, ik heb daarbij dit kaartje gemaakt. Zodra je op een gemeente klikt, zie je wat huurders gemiddeld in die gemeente bijdragen aan de bestuurskosten van zijn wooncorporatie. Je ziet de naam van de gemeente en je ziet afzonderlijke wooncorporaties die in die gemeente zitten. En nou, dat geldt voor alle gemeenten. Ik heb ze ook een kleurtje gegeven aan de hand van of je daar als huurder veel gemiddeld of weinig aan de bestuurskosten bijdraagt. En hetzelfde kaartje heb ik ook op mijn eigen website gezet. En nou, naar aanleiding daarvan kreeg ik dus een aantal vragen hoe ik dit kaartje heb gemaakt. Zoals ik net al zei, dit kaartje is in Fusion Tables gemaakt. En de vormen van deze gemeente zijn bepaald aan de hand van zogeheten KML-files. Keyhole Markup Language Files. En daaronder heb ik een aantal gegevens gelegd. Zoals je dus net al liet zien, die naam van de gemeentes, de gemiddelde bijdragers en die afzonderlijke data. Allereerst die KML-files. Die kun je downloaden via www.opencbs.nl. Dan kun je alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland downloaden. En als je dat downloadt, ziet dat er als volgt uit. Hier heb ik bijvoorbeeld alle gemeenten in Nederland. En dan heb je 431 bestanden met allerlei data erin. Nou, als je een bestand opent in kladblok, dan zie je het volgende. Een gemeentecode, dus een code die het CBS aanhoudt. Voor bijvoorbeeld Appingedam in dit geval. Alle data die het CBS vrijgeeft over gemeenten zullen ze ook coderen met deze code. En vervolgens coördinaten. Longitude, latitude. Dit zijn dus punten op die kaart. Zoals je kunt voorstellen, zo'n vorm is opgebouwd uit een heleboel punten. Dat is dus die lijn die je hier ziet. Stel je voor dat de gemeente Emmeloord hier is, of de gemeente Noordoostpolder, is opgebouwd uit beginnende dit punt. En vervolgens beschrijft dit document dat hij naar dit punt enzovoort moet gaan. En weer met exact hetzelfde coördinaat moet eindigen als waar hij mee is begonnen. Zodat je dus een gesloten vorm krijgt. Nou, dit bestand heb ik helemaal opgeschoond en in een Excel sheet gezet. Dit bestand is ook te downloaden op mijn website. En daar zie je dus exact dezelfde informatie. Dus de gemeentecode, de gemeentenaam en die geometriefiles die dus beschrijven hoe zo'n gemeente er op een kaartje uit moet zien. Dit bestand wil je vervolgens importeren in Fusion Tables. En daar kun je vervolgens weer data achter hangen. In dit geval het voorbeeld dat ik vandaag ga behandelen, bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid per gemeente. Dus wat je doet is naar google.com/fusiontables/home gaan. Of veel simpeler, gewoon direct naar Google Docs. En als je in Google Docs op Create klikt, dan kun je in plaats van of een document, of een spreadsheet, of een form, kun je tabel aanklikken. En dan ga je ook direct naar Fusion Tables. Nou, wat je vervolgens kunt doen is een bestand vanaf je eigen harde schijf downloaden. Als je bestanden hebt staan, spreadsheets in Google Spreadsheet, kun je die ook importeren. Of je kunt een lege tabel maken. Wat wij vandaag doen is vanaf de harde schijf een bestand selecteren. Dat Excel-bestand dat ik dus net liet zien. En die gaan we binnen slurpen in Fusion Tables. En dan krijg je dit dus te zien. De GM-code, GM-naam en de geometrie. Eigenlijk net zoals we net in Excel hadden staan, alleen zit het nu in Fusion Tables. Ik klik Next, hier kan ik nog alle informatie invullen. Voor nu ga ik jullie daar even niet mee vermoeien. En vervolgens krijg je dit te zien. Gemeentecode, gemeentenaam en alle bestanden zijn hier ineens als KML omschreven. Wat je nu wil doen is dit bestand koppelen aan meer data. Ik kan dit alvast wel visualiseren. En wat je dan te zien krijgt is alle gemeenten in Nederland. Ze zijn allemaal rood aangegeven eigenlijk.
vergelijkbaar met dit kaartje. Hier heb ik een aantal kleurtjes en data ondergelegd. Dit is nog ruwe informatie. Maar ik wil dit kaartje eigenlijk koppelen aan meer data, bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid. Nou, ik heb daar al iets voor voorbereid. Gemeentecode, gemeentenaam en hier de bevolkingsdichtheid. Dit zijn getallen, het aantal inwoners per vierkante kilometer in die gemeente. En ik wil dit bestand koppelen aan dit bestand. Dat kan via fusion tables, het heet niet voor niets fusion tables. Kan ik dat mergen, dus samensmelten. En hoe ik dat doe is, als ik bijvoorbeeld een sheet heb geïmporteerd met data waarin deze kolom overeenkomt met deze kolom, dan kan ik die over elkaar heen leggen, omdat Fusion Tables zelf kan uitzoeken van oké, alle informatie die dus in deze rij staat, Appingedam, moet ik koppelen aan deze rij Appingedam, want dit hoort hierbij. Wat ik vervolgens doe is deze URL kopiëren van de ene sheet en die ga ik mergen met de ander. En dan zie je hier de kolommen staan. In dit scherm moet je aangeven welke kolommen met elkaar overeenkomen. Nou, in dit geval heb ik en gemeentecodes en gemeentenamen. Dat maakt het makkelijk. Het komt niet altijd voor dat je bijvoorbeeld de gemeentecodes hebt. En in de gemeentenamen kunnen wel eens tikfouten staan. Om het nu helemaal zeker van te zijn, hou ik de gemeentecodes aan. Dat zul je niet altijd tegenkomen. Anders moet je van tevoren de data opschonen, zodat je zeker weet dat de ene kolom volledig overeenkomt met de andere, anders mist hij een aantal data. En hierin geef ik een nieuwe naam weer. Bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid per gemeente. En zodra ik nu op Merge Tables doe, maakt hij een nieuw bestand aan in Fusion Tables, waarin mijn voorgaande twee kolommen werden samengesmolten tot een nieuwe. En zoals je ziet is dat ook gebeurd. Allereerst de gemeentecode. Hij geeft nu wel twee keer de gemeentenaam aan, dat maakt niet zoveel uit. Maar zoals je ziet geeft hij hier dus bij Appingedam de KMA-files aan en in dezelfde rij de bevolkingsdichtheid. Hij heeft dus die twee kolommen helemaal met elkaar samengesmolten. En om te bewijzen dat deze kolommen helemaal goed zijn samengesmolten, kan ik het op een kaartje laten zien. Zoals je ziet staat alles nu, alle gemeenten zie je nog weer op de kaart. En zodra ik op een willekeurige gemeente klik, zie je al die informatie eruit komen. Het ziet er nog wel een beetje slordig uit. Je ziet bijvoorbeeld hier gewoon GM, underscore, code, dubbele punt, enzovoort. Twee keer de naam van de gemeente en hier staat geen eenheid achter. Maar dat gaan we zo meteen verder oplossen. Dat kun je doen in Configure Info Window. Zodra je hierop klikt, krijg je dit te zien. En je ziet ongeveer hetzelfde staan wat je net zag, alleen nu in code. Ik kan hier vinkjes aan en uitzetten. Dan haalt die informatie weg. Wat wij willen doen is nu de gemeente naam weergeven. En de bevolkingsdichtheid. Als ik het nu alleen zo aangeef, dan zul je nog steeds dezelfde slordigheden zien. Dat die niet aangeeft netjes van dit is de gemeente, dubbele punt en dan Ede. En de bevolkingsdichtheid willen we ook gewoon volledig uitgeschreven hebben met hierachter een eenheid. Dat kun je doen hier in custom. Dus hier kun je aangeven, hier geef je gewoon met simpele vinkjes aan van wat hij eraan moet geven in dat ballonnetje. Hier kun je dat handmatig doen. Dus ik geef hier aan gemeente. B/B, dus dit gedeelte is vet gedrukt. En zoals je hier ziet, als je iets tussen dit soort haakjes zet met de naam van de kolom erin, dan geeft hij die data weer in die kolom. Hier hetzelfde, de bevolkingsdichtheid. En hier kun je vervolgens ook weer informatie achter tikken. Bijvoorbeeld, hier komt dus het getal te staan als je op de gemeente klikt. Bij Appingedam was dat volgens mij 500 nog wat. Even nog wat. Inwoners per KMT. En dit geldt gelijk voor alle vlakken waar je op klikt. Dus als ik nu op een gemeenteklik, dus inderdaad, wat ik net heb veranderd, gemeente Zeewolde, bevolkingsdichtheid 84 inwoners per vierkante kilometer. Ik klik een andere gemeente aan en daar werkt het vervolgens ook. Dus op die manier kun je heel eenvoudig de KML-files importeren.
Dus we begonnen met dit bestand, wat je dus van mijn website kan downloaden. Dat kun je importeren in Fusion Tables. En vervolgens zoek je eigen data die je goed hebt gestructureerd, waarin je ongeveer dezelfde structuur aanhoudt, waarbij je dus bijvoorbeeld de gemeentecodes aanhoudt en daarachter bevolkingsdichtheid doet, of gemeentenamen met daarachter bepaalde data. En die kun je in Fusion Tables dus met elkaar koppelen met die merge functie. Nou, wat je nu bijvoorbeeld nog wil doen is, we hebben hier heel fancy allemaal kleurtjes aangegeven. Dat kun je vrij eenvoudig in Fusion Tables doen door configure styles te doen. Hier kun je aangeven hoe de opmaak moet worden van de kaart. Nou, als je bijvoorbeeld markers hebt voor één locatiepunt, dan kun je aangeven of dat rood moet worden of geel of met zo'n puntje eraan. Maar wij hebben hier te maken met polygonen, dus meerdere punten waarin iets is ingekleurd. Pak er de fill color, dan kun je daar bijvoorbeeld blauw van maken. En je gaat terug en alles is blauw. Maar wat we eigenlijk willen doen is een soort hittekaart maken. Dus voor bepaalde waarden een andere kleur weergeven. Daarvoor kun je naar buckets gaan. Je geeft aan hoeveel gradaties je wil hebben. Wij geven nu voor het gemak even 3 gradaties aan. Op basis van welke kolom. En daarin moet je selecteren wat de waarde is. In dit geval de bevolkingsdichtheid. En vervolgens geef je aan tussen welke en welke waarde hij welke kleuren moet weergeven. Even uit mijn hoofd, ik weet dat de maximale bevolkingsdichtheid iets minder dan 6000 is in Nederland. Dus dat geef je vervolgens aan. Hij verdeelt dat in 3 gelijke partjes. En ik geef aan, oké, van 0 tot en met 2000 wil ik groen hebben. Dus 2000, 4000 oranje. En tussen 4000 en de maximale 6000 rood. Ik sla hem op. En hij past het gelijk toe. Nou, zoals je nu al ziet is het niet helemaal even verdeeld. En dit is nog geen goede visualisatie. Maar het geeft gewoon even weer wat het principe is van die configure styles. Je kunt heel eenvoudig kun je dus waarden toekennen. En ik kan hier bijvoorbeeld ook 1000 van maken. En dan zul je zien dat hij dat ook gelijk weer toepast op de kaart. Nou, de laatste stap is nu om deze kaart op je eigen weblog te delen. Het tricky ding is in Fusion Tables, je moet eerst je kaart openbaar maken voordat je hem kunt embedden op je eigen website. Dus ook alle data die erachter zit. Dit hier wordt direct openbaar gegeven zodra je iets wilt embedden. Via share moet je het eerst public maken. Dus nu is die ook in zoekmachines, is deze dataset overal te vinden. En vervolgens get embeddable link. En deze code kun je vervolgens op je eigen website zetten door die kaart, om die kaart dus op je eigen website te embedden. Je kunt ook alle bestanden exporteren weer als KML files. Je kunt ook weer nieuwe rijen erin zetten, je kan het anders exporteren enzovoort. Er zijn nog ontzettend veel mogelijkheden in Fusion Tables waar ik nu niet aan toe kom. Maar dat laat ik wellicht in de volgende tutorials zien. In de volgende tutorials ben ik in ieder geval ook van plan om te laten zien hoe je al die data vanuit zo'n bestand in een Excel sheet kunt krijgen. Het is een vrij lang proces geweest, dus vandaar dat ik dat nu niet even heb uitgelegd.